dit huis is zo bijzonder omdat het eigenlijk een energie-neutrale renovatie is van een jaren 60 Nederlandse rijtjeswoning. En daarvan zijn er maar liefst zo'n 1,4 miljoen woningen in Nederland die allemaal ontzettend veel energie gebruiken. Wat heeft u met dit huis gedaan? Wij hebben een tweede huid over de woning geplaatst die de woning zowel energie-neutraal maakt als extra ruimte toevoegt. Dat hebben we gedaan door aan de noordzijde extra isolatie toe te voegen en aan de zuidzijde voegen we een slimme kastconstructie toe. Deze ruimte is echt een prachtig hoge glazen ruimte en de zonnecellen zijn in dat glas verwerkt, zodat je nog steeds echt lekker daglicht hebt en echt een rijk gevoel. Daarnaast is de ruimte zelf aanpasbaar door de seizoenen, want in de winter is die dicht en dient die als wintertuin. Mensen kunnen dus ook in de winter genieten van hun groen. In de lente en herfst is het zodanig comfortabel dat je het kan gebruiken als extra woonruimte. En in de zomer kan deze hele gevel weer open en heb je gewoon je tuin terug. Het huis bestaat echt en is ontsproten uit de gedachten van een van de studenten die aan het project meewerkt. Sterker zelfs, hij heeft erin gewoond, jaren geleden. Energieverslindend en al. Dit huis komt uit de jaren 60. Het zijn woningen die net na de oorlog gebouwd zijn. Snel gebouwd moesten worden voor de woningnood die er toen was. Dus ze hebben allemaal een slecht energielabel. En zodoende zijn we op deze woningen gekomen. Als je kijkt naar de energie, zijn het geloof ik de meest beroerde huizen die je maar kunt bedenken. Ja, klopt. Dit zijn de slechtste woningen die er zijn. Die hebben meestal label E of F. Dat is toch wel de onderkant van de energielabels eigenlijk. Wat kost deze verbouwing? Het doel is om dus binnen dat concept van een energiesprong te houden. Dus dat komt neer op zo'n 45.000 euro. Zodat je dit kan financieren van je energierekening. Maar onze prioriteit is nu natuurlijk dat we weten dat hij werkt. En dat hij ook echt energie-neutraal is. En daarom is die competitie zo geweldig. Want daar wordt hij helemaal door getest. Betekent ook dat hij financieel neutraal is. Want de energie wat je aflevert, levert er geld op. Precies. De energie wat je bespaart, dat steek je in je renovatie. En daardoor heb je eigenlijk een betere woning van dezelfde woonlasten. Ik zou zeggen bouwen. Ja, daar gaan we voor.